Bij Politiek Café Zout in de Groene Engel zat het zondagmiddag weer eens bomvol. En dat kon eigenlijk ook niet anders, want de hoofdgast was niemand minder dan minister-president Mark Rutte. Een warm welkom was er voor hem, door onder andere de burgemeester van Os, Wobine Buijs, partijgenoot van Rutte. Maar ook vanuit het SP-kamp was de begroeting heel vriendelijk, zoals hier met Jan en Marianne Marijnissen. Na een discussie over de eurocrisis kwam het gesprek natuurlijk ook uit op de ontslagen bij MSD en de start van het Life Sciences Park. Mark Rutte bleek geen pot met geld meegenomen te hebben voor dat LSP. Kijk, wat de overheid moet doen is de randvoorwaarden realiseren. De overheid is verantwoordelijk voor een veilig land, een goed opgeleid land, een land waar weinig regels zijn, waarin mensen veel vrijheid hebben om te kunnen ondernemen. En dan krijg je vanzelf ook banen. En waar ik niet in geloof is een overheid die eindeloos potten geld in de samenleving investeert, want een groot deel daarvan, ja, dat komt dan net niet terecht waar je het wil. Of dat gaat via de export weer naar het buitenland weg. Of dat verdwijnt in de besparingen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn als overheid altijd maar te denken dat je met geld banen kunt creëren. Maar er is deze week een gesprek. Ook op het ministerie. Dus daar wordt ongetwijfeld over gesproken. Mark Rutte kreeg de kans om nog eens duidelijk de liberale uitgangspunten uit te leggen. Hij is geen voorstander van investeringen door de overheid in bedrijven door middel van subsidies. Ja, maar ook investeren. Maar overheid die gaat investeren, die investeert altijd in de verkeerde dingen. Want de overheid heeft geen verstand van bedrijven. Dus pas nou op dat de overheid gaat zitten investeren. Want dan gaat het altijd net in de bedrijven waarvan je denkt, oei, is dat nou handig. Want dan waren die ambtenaren wel een bedrijf gestart als ze daar goed in waren. Iedereen is goed in waar hij goed in is. Ja, zo is het gewoon. Wat ambtenaren moeten doen, en daar zijn ambtenaren goed in, is ervoor zorgen dat het land goed bestuurd wordt, dat er goed onderwijs is, dat er zo min mogelijk regels zijn. Dat is de taak van ambtenaren. Minister Verhagen gaat namens het kabinet over de ontwikkelingen bij het Life Sciences Park en over het geld dat het Rijk daarvoor over heeft. Volgens Rutte is het niet nodig om hem daarvoor nog eens extra te motiveren. Dat hoef ik niet te doen, want Maxime heeft gebeld met de bazen van MSD. Is hier meerdere keren geweest. Hij zit boven op dit dossier. Dus het hele dossier, MSD. Ik heb liever dat hij het leest dan dat hij erop zit. Nee, hij leest het zelfs. En ook de toekomst van het Life Science Park, daar is hij echt volop mee bezig. En hij belde me speciaal vrijdag en zei, jij gaat zondag naar Os. Ik ga volgende week weer met dit dossier verder aan de slag. Nogmaals, ik weet niet zeker of hij hier komt of dat de commissie bij hem komt. Maar volgende week staat er dus weer een afspraak ook in zijn agenda. Dus hij is daar volop mee bezig. Hoef je echt geen zorgen over te hebben. 3 kwartier de tijd had Rutte voor zijn bliksembezoek aan Os. Daarna verliet hij onder luid applaus de Groene Engel om zich weer met de dagelijkse staatszaken te gaan bemoeien. Berchem stond afgelopen weekend helemaal in het teken van een enerverende muzikale strijd. Want wie zou de winnaar worden van de tweede editie van de wedstrijd The Voice van Berchem? 2 dagen lang streden de grootste zangtalenten uit het dorp en daarbuiten om de hoogste eer. Zondag viel de beslissing na de finale ronde en daar kwam Marion Spiertz uiteindelijk als winnaresse uit de bus. En dat had ze zelf toch niet verwacht. Nee, wel gehoopt, maar verwacht is natuurlijk altijd, dat is moeilijk. Je doet je best en je wil natuurlijk heel graag winnen. Dat is wel mijn insteek om mee te doen natuurlijk. Maar nee, verwacht, gehoopt. Ja. Hoe vond je het zingen zelf gaan? Wel lekker eigenlijk. Toch wel gezonde spanning. Maar het ging eigenlijk wel goed. En ook wel, voor mij, ik voel wel ook de herkansing zeg maar, van Adele beter dan gisteren. Dus ja. Zolang als het grote voorbeeld The Voice of Holland duurt het evenement in Berchem nog niet. Maar dit jaar is het al wel uitgebreid naar 2 dagen. Op zaterdag waren de voorrondes, waarbij uit alle kandidaten uiteindelijk 8 finalisten werden gekozen. En er kwam echt van alles voorbij op het podium van Zalencentrum De Merks. Er was veel belangstelling om mee te doen aan de wedstrijd. En ook het publiek wist de weg naar het Zalencentrum te vinden. Voor de jury was het een hele klus om uiteindelijk een winnaar aan te wijzen. Dat Marion Spiertz met de prijs aan de haal ging, was voor haar natuurlijk een geweldige opsteker. Want ze is al een tijdje bezig met zingen.
muziektheater heb gestudeerd. Dus ja, verder. Dus ik hoop gewoon dadelijk lekker het vak in te kunnen gaan en lekker aan de slag te kunnen gaan. Dus, De vreugde was na de bekendmaking van de uitslag natuurlijk groot bij Marion en haar vrienden en familie. Rest de vraag, waar laat je zo'n prijs? Nou, wij hebben toevallig, ik ben net gaan samenwonen en we hebben een kast die nieuw is, maar die nog redelijk leeg staat. Dus je krijgt een mooi plekje. Ja. Ik heb begrepen dat jouw vriend Sven, dat hij ook meedeed aan The Voice. Ja. Hoe was het om samen mee te doen? Was er competitie tussen jullie? Nee, gewoon leuk. Gewoon gezellig, lekker met z'n tweeën zingen en gewoon elkaar lekker gunnen en steunen. Het is gewoon heel leuk. Ja. De tweede editie van The Voice van Berchem was dus een groot succes. Volgend jaar komt er ongetwijfeld een derde editie. En de organisatie is al druk aan het nadenken hoe het dan nog beter en professioneler kan worden neergezet. De vrijwilliger van het jaar 2011 in Os is geworden. En dat is... Ja, ik geef... Staat hij er al? Nee, dat is... Meneer Bart Koenders. Op de jaarlijkse bedankavond voor vrijwilligers in de Lievekamp in Os is vrijdagavond Bart Koenders uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De Ossenaar kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn inzet voor de Heilig Hart parochie. In totaal waren 6 mensen genomineerd. Ze kregen het afgelopen jaar al een gouden oogappel. Uit dit groepje wordt altijd de vrijwilliger van het jaar gekozen. Een kans van 1 op 6, maar ja, en dat was ik dus. Ja, ik vond van die andere mensen, op dat moment is het altijd een beetje sneu. Hè? Want je staat daar met z'n 6 aan, met een bos bloem in de hand en jij wordt eruit gepikt. En ja, ik kreeg applaus, want ik vond het een heerlijk gezicht, moet ik zeggen. Ik was met mijn hele familie, wij komen eigenlijk niet uit Os, maar mijn zonen en de kinderen en allerlei kennissen hadden we uitgenodigd. En dan zegt die mevrouw van Bart Koenders, is de vrijwilliger van het jaar 2011. En vliegt de hele rijen vliegen omhoog. Dat vond ik echt een heel emotioneel gezicht. Ja, vond ik echt heel mooi. Ja. Koenders toonde zich maandag al meteen weer van zijn beste kant. In de Heilig Hartkerk richt hij onder toeziend oog van pastoor Frans Vervoort samen met anderen de kerststal in. En ik heb maar een dag, want morgen is de hele dag zonnebloem. Dus hij moet vanavond klaar zijn. Morgen hebben we bij Margriet, mijn vrouw die doet al 40 jaar zonnebloem. En die heeft morgen met ook een heleboel dames, ik geloof wel 25 of 30 dames, een middag voor zieke en eenzame mensen bij Margriet in de kantine. Nou ja, er moet een altaar naartoe en er moeten boeken naartoe en er moeten tafels gezet worden en stoelen gezet worden. Dat is morgen vroeg om 10 uur aan de beurt. Door de jury werd Koenders een man met gouden handen en gouden ideeën genoemd. Wat hij bedenkt, kan hij maken. Niet alleen de Heilig Hart parochie, maar ook anderen maken daar dankbaar gebruik van. De Nicolaas School vind ik altijd wel een leuk voorbeeld. Die zitten met z'n vieren aan een tafeltje, die kinderen. En daar kunnen ze een beetje spieken. En de hoofd van school zei, ik wil daar schotjes tussen hebben. Zoiets maak ik dan en bedenk ik dan. En dan maak ik een proefmodelletje voor ze. En dan maak ik er 20 of 30 of ik weet niet hoeveel ik er nou in de loop der jaren gemaakt heb. Voor. En zoiets voor van alles en nog wat. De bedankavond voor vrijwilligers bestond voor het grootste deel uit een optreden van het cabaretduo Van der Laan en Woe. Zij maakten er een gezellig feestje van.